We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tegen het eind van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen blijft het grotendeels droog en zonnig. Vanaf de late middag tot in de vooravond kunnen er echter plaatselijk lichte buien ontstaan die mogelijk vergezeld gaan van onweer in het binnenland. De MDS waarschuwt dat voor morgen de gevoelstemperatuur rond de 40 graden Celsius zal zijn. De dienst adviseert dat de samenleving de nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt voor bescherming.